vandaag uit een koud en sneeuwerig Birmingham. Ik ben hier voor de WK Indoor, de atletiek. Gelukkig binnen, dat is toch wel lekker met dit weer, want het is echt best wel koud. En de vlucht was eventjes niet zo fantastisch. Gecancelde vlucht en voor ons omgeboekt en die vlucht had weer 2 uur vertraging. Maar we zijn hier in Birmingham. Ik ga straks lekker naar binnen, want binnen is het een stuk beter dan hier buiten. Hoewel het wel ja, best wel mooi is. Ik vind het best wel leuk om even lekker in de stad te lopen. Lekker als toerist, lekker bezig. En uiteraard blijven we wel gezond eten. En ik heb ook al een gym gevonden, dus we kunnen hier gewoon sporten. In Birmingham, met Gethsemane Baba. Fastest woman on the planet. We see tonight. We see tonight. She's ready. Birmingham in de sneeuw. Hop hop. Hop hop. In de sneeuw, op het ijs. Blij dat ik glij. Het is koud. Het is een beetje nat. Maar het is wel leuk. Gezond eten in Birmingham, dat is af en toe nog een uitdaging, maar als we hier kijken, steak, rijst en groenten, dat is aardig gelukt. En hier de burgertjes en frietjes, is lekker, maar Birmingham gaat voor de rijst. Dus zijn we toch nog een beetje goed bezig. De groenten moeten wel zo voor. Kijk, proosten! Proosten op Nadine! Hey, brons op de WK! En kijk eens wat een trotse ouders daar! En dan zitten we hier bij de café. Ja, ik heb een biertje gedronken, die 17 kilo, we gaan gewoon voor de rest verder. Maar kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens! De bronzen medaille weer er is! De bronzen medaille weer er is! En dat is dus veel beter, dus dat vind ik een heel goed excuus. Maar dit is weer een enorme motivatie, dus we gaan gewoon komende weken ook weer lekker door. En dat ene biertje, dat train ik ook morgen eigenlijk wel af, want morgen gaan we even naar de fitness toe, gaan we een mooie training doen en dan zijn we daarna weer helemaal lekker verder. Goedemorgen, zondag in Birmingham. Gisteravond in het hotel toen ik aankwam, het Night Night, was er wat problemen met het wateroverlast. Een lekkage, maar ja, dat was op de gang, dat was niet zoveel. Blijkbaar is dat vannacht geëscaleerd en gaan ze het hele hotel sluiten, voorlopig. En ben ik dus omgeboekt naar een ander hotel door het Night Night in Birmingham. Nou, op zich niet zo erg. Ik bedoel, ik denk, ik zie wel waar ik terecht kom. Ik ben dus nu in het Regis in Birmingham. En dat is een 5-sterren hotel, waar op dit moment ook Amerika zit. En Slowakije en ik zag nog wat landen, dus het atletenhotel. En dat is wel een heel leuk hotel, moet ik zeggen. Want alleen al deze kamer, zoals je kan zien, is best wel groot. Nou, ik heb dus net op een gegeven moment een ticket had ik al geboekt bij de gym. Maar ik ga nu in dit hotel kijken of hier een gym is. En dan wie weet welke atleet ik daar weer tegenkom. Dat gaat feest worden. Maar ja, dit is gewoon grappig. Dit is bijzonder. Goedemorgen, Fitness Birmingham.
Lekker aan het sporten. Geen goede supergym, maar perfect. Perfect om lekker even actief bezig te zijn. Ja. 12 minuten hardlopen. Hoe gaaf is dit? 2 minuten gewandeld. En nu ben ik inmiddels 10 minuutjes, over de 10 minuten, aan het hardlopen op de loopband. Lopen, daar heb ik een hekel aan. Maar ik loop weer. Ik loop weer hard. Nou ja, zo hard gaat het nog niet. 5 miles an hour. Kilometer of 8 per uur, denk ik. Misschien iets meer, maar dat maakt niet uit. Tempo is niet belangrijk. Ik loop weer hard. Super. Zo, we zitten weer aan boord, KLM, vliegen naar huis toe. Ja, fantastisch weekend gehad. En ja, super medailles gezien. Sivan Hassan, zilver en brons. En Nadine Visser, brons. Ja, dat was echt bij een hoogtepunt veruit. Qua gezondheid was het echt heel lastig. Met ontbijt, lunch, ontbijt ging goed. Lunch was af en toe nog wel lastig. En de avondeten, ja, dat kon ik ongeveer overslaan. Want de sessies duurden vrijdag en zaterdag en donderdag ook. Tot 10 uur, 11 uur 's avonds, ja dan, ik had niet zoveel honger meer. En vond ik niet heel verstandig. Uiteindelijk heb ik zaterdagavond 2 biertjes gehad. En zondagavond 2 biertjes. Was ook niet helemaal de planning, maar ze smaakte goed. Misschien had ik het even nodig, ik weet het niet. Ik ga nu gewoon kaart weer verder. De WK was wel even het laatste uitstapje. De WK voor halfmacht van Valencia zit er nog wel aan te komen. Maar voor de rest worden daarna gewoon keihard tot gutsjes trainen. En er komen genoeg atletiek en wedstrijden aan en hardloopwedstrijden, maar ja, dat gaat geen probleem worden. Dus ja, vanaf nu volle motivatie en we gaan weer door. Ik heb misschien nog wel even nodig na een ja, ziekte, dus wat dat betreft, we zijn er weer helemaal klaar voor en dit was top.